De nachtzoen. Vanavond worden we niet ingestopt. Dat zegt de man die aan astma leidt en zich ervan bewust is dat er ook vandaag weer 300.000 benauwde mensen met longproblemen de nacht ingaan. Bij hen legt hij zijn hand op het voorhoofd. En als de duisternis valt, is het tijd voor overgave. Deze nachtzoen krijgen we van theoloog en schrijver Henk Vreekamp. Wil je ingestopt worden? Nou, ik wil dat wel, maar het werkt niet zo goed. Hoezo niet? Ik ben een van die mensen in Nederland die wat last hebben van de ademhalingsorganen, zoals ze mooi heet. Ook wel astma genoemd of COPD. En die mensen moet je dus juist niet instoppen, want dan krijg je ze nog meer benauwd. Dus die moet je... Het zijn er ook vannacht ruim 300.000 mensen in Nederland. Dat is dan geregistreerd in de medische dossiers. Die vannacht last hebben van ademhalingsproblemen hebben dus. En daar denk ik nu wel even aan, omdat ik dat zelf ook ken. En die moet je dus niet instoppen. Die moet je hand op het hoofd leggen of zo. Ja, hand op het voorhoofd leggen. Maar vooral niet helemaal tot de nek instoppen, want dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. En heb je dan een vast bedritueel? Ik bedoel, op welk moment zet je je bril af? Ja, als ik in het boek heb gelezen... Ja, je wou zeggen, er zijn mensen die hun bril ophouden s'nachts. Weet ik niet. Dat zijn de zou je moeten onderzoeken. De gekste dingen komen. Hij zal er s'morgens natuurlijk wel een beetje wonderlijk uit kunnen zien. Maar waarom zou iemand zijn bril ophouden om de controle niet te verliezen? Is de nacht überhaupt controleverlies? Ja. Ja, en dat is helemaal goed. Hier zit ook een mens die graag alles, ook met zijn hersens en zijn verstand, onder controle wil houden. En dat kost je dan ook heel wat nachtrust. Want het wordt je wel uit de handen geslagen. Het leven is niet onder controle te houden. Het is ook overgave. Dus juist loslaten waar je zeker hier van boven over piekert. En verandert de nacht in die zin in je leven dan ook van kleur? Meer van vijand naar vriend? Ja, ik denk dat ik beide kanten ken. Ik ken de nacht ook heel erg als vijand. Dat er geen eind op komt. Dat je de eerste vogels hoort zingen, de eerste vrachtwagens hoort rijden. En denk je, oh, nu ben ik mij de nacht kwijt en ik moet straks dit en dat. En dat gaat dus helemaal niet goed. Want dan kom je natuurlijk in die cirkel terecht. Dat ken ik. Maar ik ken ook de nacht als een geweldige vriend die... De stilte en de duisternis over je valt omdat het helemaal goed is.